Heb je ooit drugs gebruikt? Zo ja, welke? Nou mensen, daar ben ik dan. We gaan een Q&A doen, want ik doe heel veel vlogs altijd. Maar ik dacht, weet je, we gaan nu gewoon een kaassoufflé Q&A'tje doen. Geweldig. Iedereen is blij. We gaan even de vragen erbij pakken eerst, want dat is wel zo handig. Ik heb aan jullie gevraagd op Facebook of jullie misschien reacties wouden plaatsen. En de mensen zeiden, ja hoor, tuurlijk, dat wil ik wel. Dus ja, nu heb ik reacties. De eerste vraag is van Angelina Den Haag. Is er een meisje die met je wil? Zo ja. En ik kom nog naar je toe. Oké, diegene komt naar me toe blijkbaar. Grappen. Oh shit, ik word bang. Ik ga bijna janken, ik word bang. Nee, ik heb geen meisje die ik leuk vind of een meisje die mij leuk vindt. Dus dat is, weet je, dat komt wel, weet je. Ik doe eerst de dingen die ik leuk vind en dan komen die meisjes wel. Dat, weet je, je moet niet gaan zoeken naar meisjes, weet je. En je moet ook niet, weet je, nee, gewoon niet. Nee. Angelina, nee. Nee. Wat zou je doen als je doorzichtig was? Oh, dan zou ik mijn kleren uittrekken en zo. Nee, grapje. Nee, als ik doorzichtig zou zijn, dus als niemand mij zou zien, denk ik. Als jij dat had bedoeld, dan zou ik gewoon overal naartoe gaan waar ik gewoon niet naarheen mag. Waar al die aliens worden bewaard. Ik weet niet, dat is in een land of zo. En dat is Project Area en dat is helemaal geheim en zo. En niemand mag weten wat daar is. En dan ga ik gewoon met mijn doorzichtige lichaam, ga ik daar gewoon heen en kijken naar al mijn vrienden, de aliens. Echt heel fucking vet. Welke game speel je? Ik speel, vroeger speelde ik altijd Call of Duty, maar nu speel ik geen games meer en ben ik eigenlijk een beetje bezig met allemaal dingen en Daniel van Leeuwen is een broer van mij trouwens en die zegt, wil je later kinderen? Zo ja, hoeveel? Ik wil later wel kinderen. En als ik kinderen neem, dan neem ik er eentje of twee. Ik ga niet voor de derde, ik ga niet voor de vierde, ik ga niet voor de vijfde, ik ga niet voor de zesde. Eén of twee, ik ben al uit mezelf heel druk. En dan hebben we nog 3, 4 kinderen die fucking druk zijn. Nee. Misschien wel gewoon eentje. Ik neem gewoon één kindje. Nee, twee, want anders is die andere weer een beetje zielig, want hij heeft geen broertje of zusje. Dus 2 kinderen. Jens de Wilde zegt, hoeveel meisjes al gehad, zo ja, zet ze in alfabetische volgorde van A tot Z. Ja, ik moet straks gaan editen. Dus ik weet niet hoeveel meisjes heb ik al gehad. En het was zeg maar zo in de kleuterklas. Toen was ik een soort van fuckboy. En toen ging ik met al die meisjes verkering nemen. En ging ik zeg maar een soort van, ja, ik was een beetje raar. Maar ik had dus allemaal meisjes met elkaar. Ik had 30 meisjes tegelijk. Ik weet niet. Misschien hebben jullie dat vroeger ook gedaan. Maar ja, dat had ik dus gedaan. Ik weet niet hoeveel meisjes dat waren. Maar dat telt gewoon niet. Ik denk echte vriendinnen. Ik denk 2 vriendinnen nu. De echte, hè. De echte vriendinnen. Rajiv Doekie zegt, wie zijn je favoriete YouTubers? Dan is het DutchTuber sowieso. Ik weet niet. Hij heeft een soort van, hij heeft iets met video's maken. En dat is gewoon tof. Ik weet niet wat het is. En gewoon zijn gedrag is gewoon over de top. En gewoon super grappig. Dus vandaar. Basim Kee zegt, hou je van noodles? Nou, Basim, zeker. Oh, fuck. Zeker, ik hou wel van noedels. Maar ik eet het niet zo vaak. Ik weet niet waarom ik het niet zo vaak eet. Maar ik eet liever een boterham of een hamburgertje dan noedels. Ik moet even al die namen goed eerst zeggen voordat ik überhaupt de Q&A ga opnemen. Maar weet je, boeien, ik zeg nu even de naam fout. Als ik het fout zeg, sorry daarvoor. Dikke laf naar jullie. Verdien je geld met YouTube? Nee. Komt deze comment op je video? Nee. Britt Jansen zegt, met mij op de foto of Ariana Grande? Zou ik liever met jou op de foto gaan, omdat jij een soort van, ja, jij kijkt mijn video's en dan wil ik liever met jou op de foto dan Ariana Grande. Dori Kerkhoff zegt, heb je ooit drugs gebruikt? Zo ja, welke? Ik heb drugs gebruikt. Mensen, geen drugs gebruiken, want dat is niet goed voor jullie. Ik heb wel een keer drugs gebruikt en dus niet het allerbeste. En zo ja, welke? Wiet, hash, dat.
Hubert Stegeman zegt: hoeveel abonnees wil je in dit jaar erbij hebben? Nou, ik wil sowieso wel, ik zit nu al op de 5k, ik wil sowieso wel de 10k halen. Sowieso. En misschien wel meer, maar 10k is mijn mijlpaal. Dus als jullie even willen abonneren, zou dat super vet zijn natuurlijk. Soef, a.k.a. Boef, wat is jouw doel om te bereiken in 2017? Mijn doel om te bereiken in 2017 is eigenlijk jullie. Gewoon goede content maken voor jullie. Ik heb net een nieuwe camera gekocht. Daar heb ik ook al een vlog mee gedaan. Die staat trouwens online, de vorige video. Dus dat kan je ook even checken. En ja, je ziet nu ook een beeld. Dus ja. Younes El Azouzezi zegt: Xbox of PlayStation? Dan zou ik voor de PlayStation gaan. Want de Xbox, ik weet niet wat het is. Je handen staan dan zo raar. Ja, nee. Ik weet niet. Xbox heb ik vroeger wel gedaan. Maar PlayStation meer. Ik heb zelfs een PlayStation thuis. Wat ik gewoon niet aanraak. Ik wil niet meer gamen. Het is gewoon hopeloos. Mijn game tijd is voorbij. Vroeger toen ik 15 was of zo ging ik gamen. Maar nu is het anders. Nu ga je andere dingen doen. Maar weet je, als jij wil gamen, lekker gamen jongens. Leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Dit is de Q&A. Als jullie meer Q&A willen. Tuurlijk, dat kunnen jullie doen door even een reactie te plaatsen op deze video. En door gewoon een beetje mij te spammen op mijn social media accounts. Ik wil een Q&A en bla bla bla. Volg me even natuurlijk op social media. Want kan je me even lekker stalken. Hartstikke leuk. Ik reageer trouwens terug. Dus dat is leuk. En ik zie jullie weer later. Hey. Later. En nou moet ik weglopen. Oh ja, dat is waar.